mensen, vandaag weer met een gloednieuwe video. En ik ben weer een keertje naar de kermis geweest. Dit ding mag weg. Maar hoi mensen, jullie denken, what the fuck, Ryan upload weer woensdag. Oh my god. Ik probeer weer mijn oude upload ritme te komen, want jullie weten dat ik op woensdag en op zondag upload. Dus ja, ik probeer in die ritme. Kut. Maar bedankt voor de 65 abonnees die jullie me hebben en bijna 24.000 weergaven. 24.000 weergaven voor een super klein kanaal is dat natuurlijk helemaal geweldig. Dat betekent dat meer mensen mijn kanaal kijken en de abonnees die vliegen weer omhoog nu ik weer video's maak. Dus bedankt voor dat en ja, dat geeft me de motivatie om weer verder te gaan. Ik had een gasbrander, twee gasbranders gewoon op de kermis en daar wou iemand een review van. Dus toppie, hier komt de review. Ik zal ze even pakken. Nou mensen, hier zijn ze. Door het licht kan je dit niet echt goed zien, maar er staat lighter. Even kijken, kijk maar, even kijken, ja. Lighter, zoals je ziet. Allebei gewoon heel erg handig om te gebruiken en zo. Maar ja, de review begint. Maar ja, dit is zeg maar een echte soort van stormaansteker. Dus meer een soort van Zippo / stormaansteker. Maar je denkt, what the fuck Ryan, waarom gebruik je dit? Jullie weten dat ik altijd vuurwerkvideo's upload. Zit ik altijd gloed met die aansteeklonten. Nou, als het regent of als het heel erg winderig is. Oké, deze had ik gebruikt, toch? Altijd handig. Maar ja, deze, dat is een, ja, best wel, dat is de sterkste. Deze, ja, hier kun je zelfs mee lassen. Ik geloof niks van, maar het is vast wel waar. Hoe heet het? Het heeft een grappig standaardje, dat heeft die andere niet, want het is een Zippo natuurlijk. Het heeft een, twee beschermdingetjes hier en nog zo'n beschermkapje. Dit is heel warm, dit wordt iets van 1000 graden warm of zo. Dus als je je hand ervoor doet, geloof me, dan zit je te schreeuwen. Hoe heet het? Kijk, nu kan ik hem ook helemaal niet indrukken. Dat is wel grappig hoe ze dat hebben gemaakt. Alleen ik zou het niet aanraden om hem aan te zetten terwijl de dop op is. Ik zal deze even weghalen. Kijk, hem even testen. Dus wat je doet deze, doe je zo. Dus ik weet niet echt of jullie het zien, maar je doet zo draaien. Doe je deze, dit knopje, doe je zo naar achter. Anders komt er geen vlam uit. Je hoort iets wel, maar dan komt er. En dan doe je gewoon de veiligheidsop eraf. En dan, als je het kan zien. Wacht, je hoorde dat gas. Zie je? Ik weet niet echt of je het kan zien met al dat licht. Als ik het even donker maak, wachten we even. Het is niet helemaal donker, maar even kijken. Zoals je ziet, gewoon een mooie rechte vlam. Heel erg heet. Ik ga hem niet te lang, want dan gaat hij op. Dat is het voor deze gas of stormaansteker. Ik vind het zelf een best wel fijne, want het past wel zo makkelijk in je hand. Ik kan hem makkelijk aandoen. Zo. Dan gaan we naar deze. Dit is zeg maar de mooiste. Deze heeft ook 250 punten gekost. Zoals je ziet, mooi doosje. Mooie details vind ik ook zelf. Alleen, het is kermisspul, hè. Allemaal hartstikke nep. Nou, als we dit ding even open doen. Zo. Als ik dit ding even van hier achter zet. Krijgen we zo een mooie gouden Zippo. Dit is een soort van, niet echt een Zippo. Hij gaat ook niet helemaal open zoals een echte Zippo. Hij blijft hier. En het heeft niet echt zo van een, zo, weet je wel. Dit is gewoon een knopje. Nou, heel mooi gedetailed zoals je ziet. Dit heb je echt niet op een echte Zippo. Helemaal goud, allemaal van dat spuitgoud. Hier en daar is het heel erg lelijk afgewerkt. Maar ja, het is kermis, hartstikke nep. Wiettekentje, wel grappig. Helemaal goud van de achterkant. Voor de rest, ja, gewoon van het spuitgoud. Je ziet helemaal, oh kijk, hallo. Ja, oké, geweldig. Nou, even kijken, de camera zoals je ziet, geweldig. Maar ja, oké, als ik deze even open doe. Hier komt een groene vlam uit, dus dat is wel gaaf. Nou, ja, hier zie je het niet, dus ik moet even het licht uit doen. Wacht even. Deze is heel gaaf, want er komt gewoon een groene vlam uit. Wacht even, zie je? Hele groene vlam. Grappig toch? Nou,
Zo, ik zet even het licht weer aan. Nou, zelf vind ik het wel een hele mooie aansteker. Ik kan het doosje... Oh, oeps. Zelfs, ja, het doosje van binnen, het is een beetje... Volgens mij is het piepschuim van binnen en dan met zo'n dekentje eroverheen. En hier van achter kan je benzine bijvullen of gas. Ja, ik weet niet wat het dan is, joh. Ik heb er niet al te veel verstand van. Zo. Nou, maar ja, zelf vind ik ze hartstikke mooi. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Als jullie dit hebben leuk gevonden en wat meer reviews willen zien, laat dan even in de comments weten en laat alvast even een likeje achter. Abonneren is natuurlijk gratis, dus abonneer even. Bedankt en mijn batterij raakt bijna op, dus later.